Vrijdagochtend zijn er insectenhotels geplaatst in de bloemenweides van het Goffertpark. Vanaf volgende week gaan de bloemen bloeien en kunnen de hotelgasten aan het werk. Arjen Fernhout is de initiatiefnemer van dit alles. Het nut is dat de insecten daar een onderkomen in kunnen vinden. Ze komen midden in de bloemenweide te staan, dus het ziet er ook prachtig uit. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de insecten daar overdag in kunnen schuilen en 's nachts kunnen slapen. Hebben ze beschutting, worden ze niet lastiggevallen door vogels of zo. En in sommige insecten kunnen er ook echt in gaan nestelen. Die leggen hun eitjes of larfjes erin, zodat er volgend jaar weer nieuwe bijtjes en hommeltjes zijn. Nou, het Goffertpark is het grote groene gebied van Nijmegen. En 2 jaar geleden is hier een hele prachtige bijenstal van de gemeente Nijmegen gebouwd. Die zit hier achter mij. Nou, waar hebben bijen nodig? Voeding, nectar en daarvoor heb je bloemetjes nodig. Dus mijn idee was van gaan we hier op deze locaties midden in het gras een bloemenweide aanleggen. Want gras hebben bijtjes niet, hommeltjes niet zo heel veel aan. Maar een bloemen wel. En het ziet er nog prachtig uit. En de kinderen kunnen er heerlijk in spelen. Dus ja, een win-win situatie volgens mij. Nou, het zijn lange palen inderdaad. Ze beginnen ongeveer op 1,30 meter hoogte. En dan tot en met 3 meter hoogte. Het is een belang dat als je hier in het park wandelt, zeg maar, dat je van een afstandje ziet dat daar insectenhotelletjes staan. Dus het moet ook echt opvallen en mensen er naartoe trekken. Nou ja, het kan op allerlei hoogte. Een bijenhommel vliegen natuurlijk op diverse hoogtes. Maar je wil het ook graag zien natuurlijk. Dus ja, hang het op een beetje op een zonnige plek. Een beetje op afstand van je terras waar je natuurlijk zit. Want ja, je wil niet te dicht in de buurt van de bijen en de hommels zitten. Vinden de bijen en de hommels ook natuurlijk niet prettig. Ja, en je kan tegenwoordig in heel veel soorten winkels gewoon dus bij een hotel of insectenhotel kopen. Dus ja, het is vrij makkelijk om iets te doen, zeg maar. Ik denk niet dat heel veel mensen een bijenkast willen gaan houden. Het is best intensief werk en dan moet je behoorlijk wat kennis van zaken hebben. Maar je moet vooral een bloemrijke tuin hebben. En ik zie het in mijn eigen omgeving in Hatert. Heel veel mensen hebben afgelopen jaar hun tuin versteend. Met geen planten meer in. Want ik denk, ja, lekker onderhoudsvriendelijk. Maar ja, het is misschien voor jou heel prettig als bewoner in je eigen tuin. Maar voor de rest van je leefomgeving is het helemaal niet prettig.